Minister Bronto, sommige haardje zegt dat er naar een oplossing wordt gezocht voor de mensen die zijn aangetrokken bij de overheid, maar niet betaald krijgen. Sinds zijn aantreden zijn er diverse problemen ontdekt. De bewindsman geeft echter aan dat het niet zo gemakkelijk is om problemen op te lossen die met opzet zijn gecreëerd. Het ministerie maakt... Inactieve ambtenaren, zogenaamde spookambtenaren. Twee, we hebben de ambtenaren die de beschikking hebben gehad, maar geen werkplek hebben en al wel loon ontvangen. En de derde is inderdaad de onzichtbare ambtenaren hebben beschikking, maar nog geen loon. Maar aan de andere kant, wij kunnen ook niks van hun vinden. We hebben geen cv van ze, geen e-mail, geen verklaring van de geneeskundige commissie. Voor die mensen moeten wij kijken wat wij daarmee gaan doen. In mijn ogen zijn die mensen voor de gek gehouden door de vorige regering. En in het verlengde daarvan ontvangen ze dus geen salaris? Zij kunnen geen salaris ontvangen omdat zij bij de laatste groep zitten, de zogenaamde onzichtbare ambtenaren. Ze hebben een beschikking, maar we weten niet van waar die... geen verklaring van de president, geen resolutie van de president, geen verklaring van de geneeskundige commissie, geen cv, geen e-mail, geen ID. Dus dat is een groep die bestaat. Het is ook jammer, juist die groep die wordt aangezet om te staken. Ja. Somohadjo zegt dat zijn oproep aan de beleidsadviseurs om zich aan te melden stroef verloopt. Tot nog toe hebben nog geen 60 personen zich aangemeld. Tegen de mensen die geen gehoor geven aan de oproep zullen er stappen worden ondernomen. Degenen die zich niet hebben aangemeld, wil ik aan de Raad van Ministers toestemming vragen om hun lonen te bevriezen. Net als wat ik heb gedaan met de arbeidsovereenkomsten voor enkele diensten. Ik heb toen ook een paar weken geleden toestemming gehad om de lonen te bevriezen. En daar heb ik ook honderden van bevroren. En dat heeft ons al een paar miljoen bespaard. Aan de andere kant, als het onterecht is dat je loon is bevroren, dan kan het altijd weer worden teruggedraaid. Dus dat wil ik doen met de groep van 400 beleidsadviseurs. Maar let wel, dat was pas een tipje van de ijsberg. De ijsberg willen wij bij de begrotingsbehandeling wijzen. Minister Bronto Somohadjo van Binnenlandse Zaken. Hij sprak vandaag met journalisten voor de aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers.